Stop. Stop, dat is meer als genoeg. Op onze beurt zeggen wij goedenavond, dames en heren. Blij dat we weer bij zijn. En waarom? Wel, wij hebben ondervonden dat we hier steeds, hier in deze zaal, en dat geldt ook voor de kijkers thuis natuurlijk, een fijn publiek hebben. We hebben hier altijd een fijn publiek. En ik ga... Ja, ja. Dank u wel. Dat was de bedoeling. Dames en heren, en ik kan van de gelegenheid gebruik maken. Ik kan alle eens iets fijn vertellen. Jongens, luister het goed. Ik heb het meegemaakt. Het is geen zwaas, het is geen truut. Maar het is fijn. Ik heb namelijk mijn laatste vakantie in Griekenland door. In Griekenland. In een bepaald moment... Wat interesseert die mensen dan nu? Wat dat ga je op oranje hebt meegemaakt? Wat interesseert die mensen dan? Ja, maar was dat nou voor flauwekul? Ik mag toch aan die mensen vertellen dat ik het heb meegemaakt? Dat mag toch vertellen, zeker? En had je dat tegen ma moeten zeggen, als je dat ging vertellen? Dan had ik in de kleedkamer gebleven. Allee, het begint. Oh, waar stond ik in uit de deur? Het begint. Oh, god, zit dat koppeke weer. Ze zullen mij ook wel betalen. Zit dat koppeke weer, jongen. Zo nadig. Weet je wat dat is? Jaloezie. Ja, salut, amai. Ja, amai. Omdat meneer niets kan vertellen van zijn raas, want meneer gaat nooit op raas. Dat is het. En over 2 jaar? Over 2 jaar? Wat? Dat we samen op raas zijn geweest. Met je langs familie met die jottenbus. Wie heb je dat dan? Over 2 jaar zijn we toch met een autobus weg geweest met de familie. Wat? Maar gaat het over dat ding dat we er gedaan hebben met de bus met onze familie die... Allee, toen we toch een oomdags daarna weer... die verrassingstrip die we gedaan. Een verrassing. We hebben een verrassingstrip gedaan, waar? Dames en heren, doe nooit een verrassingstrip, hè. Alsjeblieft, doe het nooit. Want waar nooit. Hebben we meegemaakt? Waar hebben stoten beleefd? Waar hebben we meegemaakt? Ja. Allee, kom. Jilke. Nou, dat mogen ze weten. Dat moeten vertellen. Dat moeten ze weten. Ja. Luister naar goed hoe dat alles begonnen is, hè. S'morgens om 4:30 moesten we het Sportpalaas in Antwerpen voor de autobus. S'morgens om 4:30. Half vijf staan een mens midden in de nacht op. Gespoeid door gelijk een zot. Ja. Mijn schoenmoeder met raptezin is nog van al de trappen gevallen, het mens. Die hadden niet moeten meenemen, hè, Leia. Ze moeten ook al eens buiten komen, hè. En vaas stipte om 4:30 toen we aan het Sportpalaas met je langs familie met nog 75 mensen die meegingen. Ja, daar hebben we dan tot 9:30 gewacht op de autobus. Chauffeur had zijn eigen overslapen, zei. Ja. Nou, geluk dat we met heel de familie nog plaats hadden. Iemand van achter in de bus, op de laatste bank. Nee, dat is niet waar. We zaten op de laatste bank. Die allemaal, Gaston. De bomma, die moest van de chauffeur van voor zitten. Dat moest, zei de chauffeur, want bomma weegt 180 kilo. En als die van achter zat, dan sleep het chappement over de grond van hem. Enfin, en dan zijn we allereerst Duitsland binnengereden. Dat was schoon. Het zwarte woudje doorgereden. Dat schoon ding. Hey, dat ding dat we gezien hebben. Een slot. Een slot van 1400. Schoen. Nog met zo'n ophaalbrug gekend, hè? De poort helemaal in het hout met taart uitgesneden. Dat was daar, dat gaan we. Dat wij allemaal voor de poort poseerden voor een foto ook te nemen. Hè? Nee. Het is te zeggen, bomma zei, maar interesseert dat toch niet, zei ze, voor dat foto te staan. Zal ik trekken, zei ze. Dat was een geluk. Oh ja. Want dat bomma voor die poort gaan staan, hadden we ook van dat slot niks niet meer gezien. Enfin, en dan is de bomma met mannen naar Parijs een stappen van 9 achteruit gegaan, zodat ze midden op die ophaalbrug kwam te staan. Dames en heren, dan moet die brug er een beste taart gat hebben. Ja. We hebben de bomma nog juist horen zeggen, allee, dat je allemaal schoon dat vogeltje zegt. En dan hebben we een krakkoert en de bomma was weg. Zeg maar, ik verschoot. Och, arme. Hij verschoot zijn eigen een ongeluk. Oh. Hij reep op slag met een apparij. Oh, ja. Jammer, al goed dat hij graag droog lag, dat we de bommen zo'n meter of 8-9 door beneden zagen liggen. Is er een reddingsploeg gekomen en hebben 4 mannen... 4? ...veel moeite gehad om bomma met een katrol naar boven te trekken. Ja, maar intussen, het was de ambulance, toch? En dan hebben ze direct die 4 man naar het hospitaal gedaan. Zijn we met allemaal de jottenbus ingesprongen.
heeft die chauffeur nog 2 uur met ons gereden. Die is gestopt, midden in de bossen. Hij zei, hier gaan wij... Dat gaat het toch niet vertellen, de heren, hè? Zitten misschien kinderen in de zaal? Die zijn slimmer als Karalei, oei, oei, oei. Dat is niet moeilijk. We zijn in 89 bekend, zo'n jongen. Zou die dat kennen? Hij zei, hier gaan wij 2 dagen verblijven in een nudistenkamp. Jongens. Dames en heren, dan weet ik niet of dat golle dat weet, maar als je zo ineens in een nudistenkamp rondloopt met een kostuumman, ze bezien u als vuile vies, hè, madame? Met zo'n ogen? Ja, echt waar. Ze lopen er allemaal, allemaal. Allemaal. Blootje, allemaal. Blootje. Enfin, ieder gezin krijgt dan een bungalow om in te logeren. Dames en heren, dan gaan we proberen om dat delicaat onderwerp van dat bloedlopen netjes te houden. Ja. Het is niet onze bedoeling om dubbelzinnig te worden. Zou dat geren hebben, madame? We gaan dat niet doen. Leon, een brave jongen, is direct gaan vragen of dat hem zijn onderbroekje mocht aanhouden. Ja, dat. Wat een directeur had zeggen tegen mij, zei ze, ik kan niet beschamd, zei hem. Alles zo. Ja. En dan na een uur zijn we met heel ons familie, hoe het ons een bungalow gekomen? Helemaal. 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 Het is fris. Ja. En je kunt de kool niet naar een moe zetten. Nee. Je kunt niks naar een moe zetten. Niks, niks. Al klaar geld in uw mond. Alleen mijn vrouw was een klein beetje moedwillig. Ja. Die wou nou niet alles uit doen. Die leefde voor een schandaal. Ja. Die hield de roerbellen niet. Ja. Maar die stuur, je weet niet waar lopen. Je weet niet waar kroepen. Je loopt van boom tot boom, ja. Hè, jongens. Maar met je tegenslag. Het waren allemaal zo'n dunne dennenboemetjes. Als die erachter stond, stak er langs 2 kanten zo nog een halve meter bommajoort. Ja, maar in tegenwoordig is als je s'avonds gaat slapen, doe je een pizza, man. Ja. Je kleedde aan voor naar uw bed te gaan. Ja, ja, ja. Hey, dat klinkt aardig. Dat klinkt vreemd. Wat, hè? Als je s'morgens uw vrouw hoort zeggen, allee, doe de broek uit, we gaan wandelen. Ja, ja. Als ze hier zeggen, doe de broek uit, denk je niet direct aan gaan wandelen. Oh. Au contraire. Maar, je moet het eens doen. Je moet het meemaken. Alleen kan ik al een tip geven waar dat je wel moet van oppassen. Als je na 's morgens iets koffie drinkt, zie dat je niet op je schoen moet, jongens. Je wordt dat niet gewoon. Nee, nee. Je moet een tijdje zicht. Wat, hè? Dat je door met je sparadrappen loopt.